Rechtswetenschapper Ramon Ramsoudit heeft vandaag lectuur van de Open Universiteit, OU, overhandigd aan de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Er zijn digitale samenvattingen van alle faculteiten van de Open Universiteit beschikbaar gesteld aan de ADECUS. De Open Universiteit is een Nederlandse onderwijsinstelling met 22 studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Naast digitaal studiemateriaal en de inhoudelijke studiebegeleiding heeft de universiteit faciliteiten ontwikkeld om een zelfstandige afstandsstudie te ondersteunen. Ramsoudit zegt dat er al een poos wordt gesproken over een vestiging van de Open Universiteit in Suriname. Deze vestiging moet nu eindelijk wel komen, zegt hij. We horen al bijna 15 jaar dat er Open Universiteit komt van verschillende politici, ministers, parlementsleden. Maar tot nu toe hebben ze niet waar kunnen maken. Ik word 45 jaar en ik schenk Republiek Suriname een Open Universiteit met 7 studierichtingen. Rechtswetenschappen, onderwijswetenschappen, cultuurwetenschappen, psychologie, managementwetenschappen en natuurwetenschappen. Het zijn boeken van de Open Universiteit Nederland. Dankzij de heer Harry van Bommel, mijn adviseur Ram Bharat Singh en mijn persoon hebben we het op de politieke agenda in de Tweede Kamer geplaatst. En dat heeft geresulteerd dat onze studenten met een Surinaamse nationaliteit met een korting van 80% kunnen studeren. Dat betekent dat je goedkoper bent dan alle particuliere universiteiten of hogescholen in Suriname. Op hetzelfde niveau op ADEC. Het gaat om de arme student of de sociaal zwakkere student die niet de mogelijkheid hebben gehad om in Nederland te studeren. En een internationaal erkend diploma te krijgen. Wij hebben ervoor gezorgd, zonder 1 cent subsidie, zonder 1 cent bijdrage van de overheid. Dit is puur onze eigen initiatief. En mijn organisatie draagt de studenten een warm hart toe. Rechtswetenschapper Ramon Ramsoudit, hij heeft vandaag lectuur van de Open Universiteit overhandigd aan de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.